spits in plaats van Foster die geblesseerd is. Dat betekent de Kuiper op linksachter. En Bright is geblesseerd aan de lies en Lemoine aan de kaak. En dat geeft dan een Rocky Tollinson. Nee, Vubel. Kuiper met Belgali, goede beweging. Bernat kan trappen en de redding van Viermarin. Een stevige hand was er nodig voor de Uruguayan. Eerst. En het begon bij Maxime de Kuiper met een goede actie naar binnen. Bernat aannemen en trappen en dan nog heel even aangeraakt onderweg. Een goede reflex van Viermarin. Harzani. En Van Eno. Dirks. De bal voor Dacci. Controle is uitstekend, maar de afwerking is dat niet. Wel een goede redding van Viermarin, maar... Om daardoor te geraken van op die rechterkant. Dit is wel goed gevoetbald van Westerlo. Van Eno in de armen van Viermarin. Gespeeld en Saito is er met de bal vandoor. Dan een tikje van Jordanov. De eerste gele kaart van de wedstrijd. Het is een terechte. Verschuren meteen. Belgali gezocht en ook gevonden. Belgali is de Kuiper kwijt. Daar komt de voorzet. Heel even aangeraakt. Appel voor Hens. Geen penalty, zegt De Niel meteen. Nog niet afgelopen. Anello en Jensen. Gaat Dolter eigenlijk echt wel mee? Roque. En voorzet Arzani koppen. En Jensen. Ja, toch nog een kansje voor Lommel. Lijkt me niet zijn beste. Heel erg leuk worden. Voorlopig is dat dus nog niet het geval. De Kuiper met een goede bal. Daar is Dacci. En dan gaat hij tegen de paal. En gaat hij hem toch in. En dan is er gescoord. En is het Dacci die er 1-0 van maakt. Nog eens kijken naar die bal van de Kuiper. Het is een hele goede Dacci. Goed weggelopen. En dan via de borst van Kis. En dan duwt hij hem door het kleinste gaatje aan die eerste paal. Kis... Als het snel gaat, dat betekent dus een overmacht voorlopig. De bal voor Bernat. En dan Dacci gaat trappen met links. En goed schot alweer. Ja, speelt een goede wedstrijd. Er zit weinig afval in zijn spel. En dit schot mocht er ook zijn. Niet wild getrapt, beheerst. Dirks. Aanname van Bernat. Belgali. Probeert hem de bal afhandig te maken. Daar is Van Eno. Schitterende goal van Lucas Van Eno. Met die loopcijfer, traptechniek voor hem. Maakt hij er 2-0 van. En kijk hoe. Hier Bernat. Even kijken. Ziet Van Eno. En geweldig binnengelegd. Met gevoel. Niet te pakken. Niet te pakken deze bal. Fantastisch gedaan. Neven, moeilijk. Bernat voor Dirks. Dirks met de versnelling, voorzet. Dat was een schot van Tuur Dirks. En daar de kans voor Westerlo. Robin Henkes en Thordarson. Thordarson, goede beweging. Thordarson, dan gaat hij liggen en dan gaat hij geel krijgen voor een Schwalbe. En die kan De Niel. Ik heb zo de indruk dat er nog een kwartier mag bijkomen. Lommel vandaag tandenloos. En wijst naar de bal. De Niel zegt, kom hier. En hij krijgt... Wedstrijd, zegt Arthur De Niel. Westerlo wint met 2-0. En ze hebben die match eigenlijk beslist in 4 minuten tijd.